Yo, kanaals, welkom bij een nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden dat ik weer zo'n video als dit heb opgenomen voor jullie. Ja. Ik heb eigenlijk al dit eigenlijk al lang uit zitten stellen. Maar. Weet nog niet echt helemaal zeker hoe ik dit eigenlijk moest brengen. Maar heel veel van jullie kennen mij als de gamer, de Pokémon meester en Duel Master en de Bladar. Maar aantal kennen mij ook als de Kanai, de singer-songwriter en niet als een acteur. Maar ik ga het over hebben over het acteren. Ja. Want dat is een kopje waar ik over wou hebben. Namelijk het acteur zijn. De meeste van jullie hadden het echt niet zien aankomen, maar een aantal van mijn kijkers wist dat ik ook gewoon buiten YouTube en mijn werk om en het grootste buiten Twitch en buiten alles eigenlijk om ook gewoon acteer. Kan ik zeggen dat ik bij Zomer in Gelderland ook heb meegedaan aan een toneelstukje voor Nijbroek. Klopt, Nijbroek, daar heb ik ook onder andere gewoond. En voor Nijbroek had ik als een rol als de leerling van een heroud. En eigenlijk later kwam ik bij een theatergroep, namelijk van Theater Toy to Toy, kwam ik uit en ik dacht van dat leek me wel leuk. En daar zit ik nu al sinds vlak voor corona, zeg ik, bij die groep. En ja, ik merk wel dat mijn acteerskills van niets naar echt iets was gegaan in een korte tijd. Want ik heb in een kleine voorstelling gezeten van Theater Toy to Toy en in een grote. En ik zette altijd al een soort twijfelen van wanneer zou het tijd worden als ik ook nog eens een voorstelling ga doen? Zoals wat Rudy en Joost hadden gedaan. Nou, dat zou het niet worden. Zou wel vet zijn als ik het zou doen, maar daar heb ik de tijd niet voor om de tekst te bedenken. En de. Hoe heet dat? En om het in te kunnen plannen voor om dat te doen. Ik houd het gewoon bij het theater, toi toi toi. En daar ook over gesproken. Ergens na augustus, eind augustus, begin september, begint weer een nieuw seizoen van het theater Onbeperkt. Want daar ben ik uiteindelijk onderdeel van. En daar kunnen jullie ook gewoon aan meedoen. Want we zoeken nog mensen voor het nieuwe seizoen. En het kan ook zo zijn dat ik ook bijvoorbeeld word gevraagd voor het tussendoor een keer. Ook gewoon voor een kleinere voorstelling van een. Wel, in de buurt van Deventer moeten we het zijn dat jullie moeten wonen om mee te kunnen doen. Want dat is het makkelijkst. Want de theatergroep zit namelijk in Kamschaten. Nou ja, eigenlijk Deventer, maar ik heb een video ooit ook op TikTok neergezet voor als vraag van om mee te gaan doen. Want ik heb een best groot bereik dat ik kan zeggen qua mensen. Want ik heb nu 305 abonnees, 306 abonnees.
En ik ga voor meer natuurlijk. Mijn kijktijd is omlaag gegaan en dat wil ik omhoog schroeven weer. En ja, ik ben volgende maand ben ik trouwens bij Dick Mick gewoon te vinden. Dat is het grootste dorpsfeest, een klein eventje hier heel vlakbij. En ja, smash op de like knop en abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Adios.